Dirk de Schutter, Remy Peters, welkom. Dirk doseert filosofie aan de KU Leuven Campus Brussel. Uh-huh. Remy, jij hebt daar gedoseerd tot je pensioen. Nu actief als muziekmaker. En nog een beetje met de filosofie. En nog een beetje met de filosofie, want jullie hebben beide al meerdere boeken van Hannah Arendt vertaald ook. Totalitarisme onder andere. Uiteraard Denken, het eerste deel van de trilogie The Life of the Mind. En nu verscheen het tweede deel, Willen. Het tweede deel van Leven van de Geest. Wat ik me om te beginnen afvroeg is, jullie zijn duidelijk gegrepen door Arendt, maar hoe ging dat in zijn werk? Wanneer gebeurde dat? Hoe gebeurde dat? Ik ben aangestoken door Remy eigenlijk. Wij hebben elkaar leren kennen ongeveer 20 jaar geleden. Als collega's aan de toenmalige Brusselse instelling, die intussen dus onderdeel geworden is van de KUL. Dat was toen een instituut voor economie, handelswetenschappen. Mm-hmm. En wij gaven daar allebei filosofie en Remy bereidde toen een doctoraat voor over Hannah Arendt en sprak met veel bewondering, fascinatie, passie over Arendt. Ik had net een doctoraat over Heidegger achter de rug. En ik ben op een bepaald moment zomaar, of als een daad van vriendschap, hoe gaat zoiets, Arendt beginnen lezen. Het eerste wat ik gelezen heb, dat herinner ik me nog heel goed, was The Human Condition. En ik was onmiddellijk ook gegrepen, gepakt door Arendt. Ik zag aanvankelijk veel invloed van Heidegger. Met de jaren heb ik gezien dat ze ook echt een eigen stem heeft en een andere stem heeft. Maar zo is het bij mij gegaan. En het is niet meer gestopt sindsdien. Remy, jij had niet Dirk om jou aan te sturen, dus bij jou is het helemaal op eigen kracht gegaan? Of? Nee, hij heeft een grote rol gespeeld in de totstandkoming van mijn doctoraat, want hij stelde kritische vragen. Van, ja, maar zegt Arendt daar niks over, dat wereldbegrip en zo. Dus hij putte voortdurend uit zijn kennis van Heidegger en daar heb ik ook mijn voordeel mee gedaan, uiteraard. Maar hoe kwam jij bij Arendt terecht in eerste instantie? Dus ik heb vroeger nog aan een doctoraat gewerkt over Kant, maar dat is niks geworden. Hè. En toen ik dan opnieuw door in Brussel op de toenmalige ESL filosofie te gaan geven, kwam het doctoraat terug op de voorgrond van ja, ik ga toch beter een doctoraat maken. Dan heb ik terug een tour gedaan bij een aantal professoren van het Hoger Instituut in Leuven. En er is één prof die mij over Arendt gesproken heeft. En het eerste wat ik gelezen heb was Denken. In de vertaling. Wie was dat? André van de Putten. Ja. Die wou mij nog liever over Erik Weil doen werken, maar ik heb daar ook kleine verkenningsronden gedaan en heel vlug geconstateerd, dat is niks voor mij. En bij Arendt was het, ja, love at first sight. Ik was daar onmiddellijk van begrepen. En waarom, wat was het dan dat je zo... Want je zei, je begon met Denken, dus het boek wat jullie hiervoor vertaald hebben. Wat voor mij belangrijk was, voor ik eraan begon, was zo het beeld van, ik moet over iets werken waar ik in mijn lessen, in mijn colleges iets mee kan doen. En ik weet niet hoe dat kwam, dus Denken heb ik eerder gelezen nog dan Vita Activa. En ik had onmiddellijk het gevoel, ik begrijp dit, dat gaat ergens over, dat is belangrijk. En voilà, was vertrokken. En waar ging het over? Wat? Dus heel de vraag van Arendt in Denken, hè, de band tussen gedachteloosheid en kwaad, zou Denken mensen op een of andere manier kunnen behoeden voor wandaden. Tegen de achtergrond ook van haar boek over Eichmann. Ja, precies, maar dat had ik toen helemaal niet gelezen. En in, ik denk dat het voor Dirk ook zo is, aan het Hoger Instituut, toen ik filosofie studeerde, werd zelden of nooit over Arendt gesproken. Niet. Ik heb mij daar achteraf over verbaasd ook, want On Revolution bijvoorbeeld, was niet alleen in België, vermoed in Nederland ook, maar ook in Frankrijk, dat heeft geen enkele rol gespeeld bij de... in de beweging van mei 68, wat raar is natuurlijk. Het is vooral opmerkelijk in de Leuvense context, omdat Leuven toch bekend staat als een school voor fenomenologie, het Husserl-archief enzovoort. Er wordt veel college gegeven over
Husserl, zeker over Heidegger, maar ook over Sartre en over Merleau-Ponty, door Sam Heisseling. Hè. Vaak worden de Fransen die in de jaren 60 bekendheid verworven hebben in de wereld, ook bij de fenomenologen genoemd, Foucault of Derrida. En Arendt, die terecht een fenomenologe en dan nog een leerlinge van Heidegger, en meer dan een leerlinge van Heidegger geweest is, die verdwijnt. Althans in die periode. Ja, ja, ja. In de jaren 50 werd ze wel meer gelezen, denk ik. Dat zou kunnen, en intussen natuurlijk is er ook meer aandacht, maar... Ja. In de periode dat wij gestudeerd hebben, dus tot 1990, denk ik, was er nauwelijks aandacht voor Arendt. En toen is natuurlijk in het Nederlandse taalgebied er aandacht voor Arendt gekomen, onder meer door onze vertalingen en andere vertalingen. Ja. Hè? Jullie zijn nu bezig met dat project, zou je bijna kunnen zeggen, van die trilogie of 2,5 boeken. Het laatste boek is natuurlijk niet afgesloten. Ook haar laatste grote werk, misschien wel... Het werk waarin haar denken culmineert. Zou je dat kunnen zeggen? Dat hier de echte filosofische Hannah Arendt naar voren komt? Ik zou het nooit zo zeggen. Ik blijf vier belangrijke dingen zien. Haar boek over totalitarisme, wat een onwaarschijnlijke mijlpaal is, en wat natuurlijk het midden houdt tussen filosofie en geschiedenis. Dan dan de human condition, wat absoluut oorspronkelijk is in de geschiedenis van de filosofie, door de grote aandacht voor inderdaad de vita activa, het actieve leven, analyse van menselijke activiteiten, waarin ze zeer oorspronkelijk is, hoewel ze teruggaat natuurlijk op Aristoteles, maar toch dat op een heel eigen manier uitwerkt. Dan het prachtige boek On Revolution, zeer moeilijk boek, zeer goed geschreven. Het enige boek dat misschien echt zeer goed geschreven is. Met haar liefde voor de Amerikaanse revolutie, haar kritiek aan het adres van de Franse revolutie, haar liefde voor haar nieuwe land natuurlijk, de Verenigde Staten. En de traditie van de Founding Fathers enzovoort, waar ook Obama zo vaak naar verwijst. Mm. En dan inderdaad... En waar zij ook in dit deel over willen teruggrijpen. Ja, precies. Het is duidelijk, daar hadden we het net ook al over dit boek Denken. Dat kun je heel duidelijk zien als een reflectie op dingen die ze in haar Eichmann-boek aan de orde stelt. Hè. Wat is eigenlijk denken in plaats van je laten meevoeren door de stroom van de tijd of de actualiteit of de geaccepteerde opinies. Wat probeert ze daaraan toe te voegen in dit boek Willen? Ja, dus in hoeverre zet Willen het project van denken voort? Wat wil zij aantonen? Wat wil ze laten zien? Dat de aandacht van de wil, dat de aandacht van de traditionele filosofie voor de wil, zij ontmantelt die aandacht. Zij deconstrueert die aandacht. Zij deconstrueert voor een stuk het grote belang dat de traditionele filosofie, de metafysica, aan de wil gehecht heeft. Doordat ze ten eerste aantoont dat de wil afkomstig is uit de theologie, uit een ander domein. Waar is de hele filosofie dan in? Wel, niet alle vragen, zou ik zeggen. Nee. De Grieken hadden al een uitgebreide filosofie. De wil is een thema dat pas in de filosofie is binnengekomen met het christendom. Ja. En dat heeft Arendt zelf onderschat. En ik vind, ik heb net nog aan Elsbeth gezegd, in zekere zin is Willing een spannender boek nog dan Denken, precies omdat het minder af is, omdat het meer zoekend is. Omdat ze zelf ook door haar eigen thematiek werd verrast. En dat ze in haar boek zelf toegeeft van, ik heb hier niet gevonden waar ik eigenlijk naar op zoek was. Of waarvan ik het idee had dat ik het zou vinden. En wat gebeurt er dan in dat christelijke denken? Het is natuurlijk een beetje raar om te zeggen, de Grieken kenden het wilsbegrip niet of niet in diezelfde betekenis. Want ze handelden natuurlijk ook, ze maakten ook beslissingen, ze maakten ook keuzen. Ja. Wat gebeurt er dan in het christendom dat zo fundamenteel verandert? Een verinnerlijking, ja. Een verinnerlijking, dus je hebt het gebod, de wet, die zegt gij zult niet. En het ontstaan van de wil, of de ontdekking van de wil als een soort apart mentaal vermogen,
naast het denken en naast het oordelen, heeft daarmee te maken omdat het gebod een soort tegenwil oproept. Jij zult, dan is er in ons iets dat zegt, ik zal niet. Mm-hmm. En dan is de hele wilsfilosofie is daarvan de uitwerking. En het eigenaardige is dan, dat is zeer sterk aanwezig, maar tezelfde tijd hebben alle grote filosofen de wil afgewezen. Want de wil is toch ondergeschikt en moet ondergeschikt blijven aan de reden. Want de wil natuurlijk, als je de wil binnenbrengt, introduceer je de contingentie, de vrijheid. En dat is onze ontdekking ook geweest tijdens het vertalen, dat Arendt die aspecten die ik net noemde, contingentie, de vrijheid, niet alles ligt vast, er is iets anders dan de noodzaak, dat omarmt ze. Ja. Maar... Dan neemt ze echt mee. Daar kiest ze voor. Dat vindt dat zij belangrijk. Dat is een politieke keuze? Dat zit in haar politieke filosofie. Ja. Ja. Maar, dat heeft ze meer nodig om terug te koppelen naar haar filosofie over de menselijke activiteiten, de vita activa, dan de wil. Want het is opvallend natuurlijk dat in haar... Wat heeft ze meer nodig dan? Vrijheid en contingentie. Ja. En waarom niet de wil? Wel, haar idee was om de wil uiteen te zetten als de oorsprong van het handelen. Spring of action. Maar eigenlijk geeft ze in dat boek soms toe van ja, dat komt er niet helemaal uit. En dus wij hebben dat in onze inleiding ook voorzichtig verwoord. De hele vraag is, hebben wij wel een wil, die christelijk opgevatte wil, nodig om te kunnen handelen? Maar dat was haar vertrekidee. Hè, van, je hebt het actieve leven, arbeiden, werken, handelen. En je hebt ook drie mentale vermogens. En dat is van een andere aard, want de mens kan zich mentaal terugtrekken uit de wereld. En dus, zoals denken een soort iets toevoegt aan dat actieve leven, of daar een bepaalde rol in speelt, heeft ze ook vermoed van, ja, met de wil is dat misschien ook zo. Dat zal ook wel zo zijn, maar ze heeft dat zelf niet meer helemaal uitgewerkt. Maar toch is het vreemd, omdat je zou zeggen, de wil, en denk dan bijvoorbeeld aan mensen als Schopenhauer, maar ook als Nietzsche natuurlijk, daar ontspringt alles uit, daaraan ontspringt ook het handelen. Dat is een voor de hand liggende gedachte, zou ik zeggen. En kennelijk maakt zij een breuk tussen wil aan de ene kant en vrijheid aan de andere kant. Ja, maar wat is die vrijheid dan? Is dat het inderdaad het puur onberedeneerde toeval? Vrijheid is bij Arendt beginnen. Beginnen. Dat is wat ze meegenomen heeft uit de Human Condition. Dat wil zeggen iets nieuws. Een totale breuk met het verleden. Wel, dat denken is natuurlijk zeer moeilijk, maar... Hoe dan ook de mogelijkheid om te vernieuwen, om iets nieuws in de wereld te brengen. Niet alleen op het vlak van de schepping en de creatie, want vaak is dat inderdaad beaamd wat betreft kunst en kunstenaars, hè, composities, maar ook op het vlak van het handelen, op het vlak van politiek, daar de wereld kunnen vernieuwen. Maar het wonderlijke is dat je... Je hebt net het boek On Revolution opgeroepen, een heel belangrijk boek, waarin ze dus ook verwijst naar de Founding Fathers, et cetera. Oh, in dit boek gaat ze daarnaar terug, maar zegt ze, eigenlijk is die revolutie, die wil zichzelf helemaal niet als iets nieuws zien. Die wil, zoals het woord zelf ook zegt, eigenlijk alleen maar een terugkeer naar een gouden tijd. Een renaissance. Als de Franse revolutie terug wilde naar de virtus van de Romeinen. Zelfs de mannen van de daad zijn teruggeschrokken voor de afgrond van de vrijheid. Dat is het laatste hoofdstuk van het boek. Hè. Maar dan blijft toch de vraag overeind waar die vrijheid zich door laat leiden. Wil ze niet pure willekeur en, daar zeg je het. En caprice zijn? Dat is het wantrouwen van de hele traditie. Ja, de hele traditie. Maar is dat wantrouwen niet terecht? Ja, maar dus. Misschien, maar de oplossing waarmee de traditie voor de binnengekomene is dan eigenlijk de vrijheid offeren, de mogelijkheid om opnieuw te beginnen offeren en wil koppelen aan het noodzakelijke. En je zou moeten weten wat je doet. Dat is wat wij eisen. Je begint iets, je moet weten wat je doet. Dat lijkt me buitengewoon verstandig. Ja, Arendt zegt al in haar theorie van het handelen in de human condition. Mensen weten niet wat ze doen. Handelen is, wie handelt weet niet wat hij doet.
En soms staat er bij niet helemaal. Ze weten niet helemaal wat ze doen. Dan als ze de mogelijkheid wel dat laatste kan ik me voorstellen, want je overziet nooit alle gevolgen van je handel. Dat is natuurlijk waar. Maar aan de andere kant te zeggen dat niet overzien maken we nu tot principe. Wat we als het ware tegenover die voorzienigheid of die redelijkheid of die uitgewogenheid of die verstandigheid plaatsen. Dat roept een soort van hyperradicalisme, lijkt het wel, op. Van de sprong, bijna de sprong in het absurde à la Kierkegaard. Waarvan je moet afvragen, is dat als politiek principe nou wel zo verschrikkelijk aanbevelenswaardig? En daarom is het jammer dat het derde deel, hè, over het oordelen, dat ze dat niet meer heeft kunnen schrijven. Er zijn alleen die lezingen, die cursus over kantspolitieke filosofie. Want hoe had dat dit probleem kunnen oplossen? Omdat, ja, zeg maar. Ik zou het willen verbinden met de problematiek die Derrida ter sprake gebracht heeft. Namelijk, datgene wat echt gebeurt, een echte gebeurtenis, een evenement, is altijd van de orde van het onmogelijke. Zolang datgene wat gebeurt behoort tot de verwachtingen, dan werk je alleen maar een programma af. Eigenlijk kom je dan niet toe aan handelen. Dat is een programma afwerken, dat is maken, dat is vervaardigen, dat is een model concretiseren. Handelen is iets anders. Handelen is dus inderdaad de mogelijkheid dat er iets nieuws gebeurt, dat er iets onverwachts gebeurt, dat het onvoorziene plaatsgrijpt, die mogelijkheid vrijhouden. Maar het onvoorziene kan ook de vorm hebben van de catastrofe. Absoluut, absoluut, ja. Absoluut. En is het een... Is absoluut, het nieuwe heeft binnen het domein van het maken, heeft het nieuwe de gedaante van de atoombom en van nucleaire energie. En het nieuwe heeft binnen het domein van het handelen de gedaante van de Shoah. Absoluut. Dus op het moment dat je dat tot principe maakt van het politieke handelen, roep je eigenlijk een catastrofale politiek. Nee, roep je tegelijkertijd op tot een enorme voorzichtigheid. En dat is ook wat je terugvindt, volgens Arendt, in de Griekse tragedies. Wat is de fout van de Griekse held? Hubris, wat is die hubris? Een gebrek aan voorzichtigheid, een mateloosheid, een grenzeloosheid. Maar nu begrijp ik het niet meer goed, want aan de ene kant roept Hannah Arendt op tot het nieuwe van de geboorte, de nataliteit, et cetera. Dat is die radicaliteit, zou ik zeggen. Aan de andere kant zeg je tegelijkertijd, en dat vraagt om een grote mate van voorzichtigheid, dat wil zeggen nadenken, et cetera. Dus dat vraagt helemaal niet om die radicaliteit, dat vraagt juist om een handelen dat zich plaatst in de lijn van het reeds bekende, betrouwbare en enigszins overzichtelijke. Nee, het weloverwogene is niet zich houden aan het vertrouwde of aan het bekende. Maar er moet een... De willekeur waar je net op alludeerde is bij Arendt niet, ze bedoelt niet de willekeur van de tiran. Hè? Dus wat die willekeur of het ketterse van het begin, zoals Dirk het ooit genoemd heeft, hè, op de titel van een boek, dat wordt juist gemilderd door de pluraliteit en omdat ik nooit alleen handel. Want als ik dat wil doen, dan wil ik een soort alleenheerschappij. Maar macht is het handelen in gezamenlijk overleg. En dus zou ik kunnen zeggen, het al te ketterse van het begin wordt getemperd door het overleg dat automatisch ontstaat als je handelt. In de zin zoals Arendt dat bedoelt. Dat is al een eerste remmende factor. En bovendien leven wij altijd ook al in een gestructureerde wereld. Er zijn wetten die de willekeur en het ketterse ook in zekere zin kanaliseren. Maar toch ruimte laten voor het nieuwe. Er zijn wetten die het nieuwe kanaliseren. En dus moet het nieuwe worden beperkt door die wetten. In zekere zin. In zekere zin wel, ja. Maar daarmee kun je toch niet meer een dergelijke scherpe tegenoverstelling tussen het oude en het nieuwe handhaven, zoals tot voor enkele minuten het geval leek te zijn. Is het nieuwe dan ooit wel werkelijk nieuw? Of is het niet toch altijd gedacht in de
continuïteit van het oude, waarin wij dingen kunnen berekenen, waarin we kunnen weten wat verstandiger en minder verstandig is. Hebben wij niet lessen geleerd van bijvoorbeeld de Franse Revolutie? Die zegt het instellen van een dictatuur, van of het nu een comité de salut publiek is, of in de Russische Revolutie een dictatuur van het volk, is niet zo'n goed idee. Dat moeten we bij een volgende keer misschien iets anders aanpakken. Ik denk dat Arend op de begin zal zeggen dat we niet de Franse Revolutie nodig hadden om dat te weten. Des te beter. Ja. Het nieuwe is ook altijd het onderbreken van een automatisme. En dus het is sowieso altijd anders dan wat er vroeger plaatsvond. Dan net aan tafel hadden we het over de milieuproblematiek. Ja, die stelde zich in de middeleeuwen niet, hè? Alleszins niet op de schaal waar zich dat nu voordoet. En er zijn ondertussen wel processen in gang gezet. En het beginnen heeft daar ook mee te maken met het onheilspellende af te wenden of een halt toe te roepen en een andere piste te zoeken in de woord. De mislukking van de Franse Revolutie is niet omdat de Franse Revolutie te veel het nieuwe heeft toegelaten, denk ik. De mislukking van de Franse Revolutie heeft te maken met het feit dat de Franse Revolutie geloofd heeft dat men een samenleving kon maken. Ja. En dat daar dus, dat is ook nog een van de grote aandachtspunten van Arendt. Politiek wordt niet gemaakt. Politiek situeert zich in het domein van het handelen. Handelen is iets anders. En dat handelen is niet onderhevig aan datgene wat de wil zegt. Wil ik handelen, dan moet ik toch willen handelen? Ja, maar belangrijker dan het willen, dat wou ik daar straks al toevoegen, is wij kunnen. Arendt grijpt in feite in willen ook terug naar de vrijheid van het wij kunnen. Want met alleen maar te willen. Maar misschien heb je dat mentaal wel nodig. Uiteraard, wij moeten ook, je kunt dat tegenoverstellen, wij moeten niet alles willen wat we kunnen. Misschien is het juist dat de wil een soort mentale oorsprong is van het handelen. Maar net zoals denken op zichzelf niet in staat is om in de wereld ook maar één jota aan de stand van zaken te veranderen, kan de wil dat ook niet natuurlijk. Dus omdat opdat dat zich zou kunnen doorzetten, heb je andere mensen nodig en gezamenlijk overleg nodig enzovoort. Een heel belangrijk omslagpunt in dit boek is wanneer Duns Scotus naar voren komt. Mm-hmm. Hè? Dus ze loopt de geschiedenis door. Aristoteles, heel belangrijk, Paulus natuurlijk. Mm-hmm. En Augustinus in het vervolg, mm-hmm. waarin die dubbelheid van de wil, mm-hmm. ik wil en ik wil niet, naar voren komt. En dan vervolgens Duns Scotus, haar grote held in de middeleeuwen. En die zegt op een bepaald moment, althans zij citeert hem zo, in het verlengde van Augustinus ook, de wil moet zich omvormen tot liefde. Ja, maar hij zegt, dat is heel verrassend. Ja. Haar grote voorliefde voor Duns Scotus heeft te maken met het feit dat Duns Scotus een van de weinige filosofen is die echte contingentie omarmt. En die daar zo ver in gaat dat hij zegt, zelfs God acts contingently. Ja. Dat betekent, hij had de wereld anders kunnen scheppen. Hij had ook niet kunnen scheppen, ja. enzovoort. Iets waar de hele voorafgaande metafysica enorm veel moeite mee heeft. God heeft de wereld geschapen en de wereld kan alleen maar zijn zoals hij is, want God heeft dat gedaan met alle mogelijke inzichten, ja. enzovoort. Dat is bij haar, dat is haar eerste omhelzing van Duns Scotus. Zij is een van de weinige filosofen die de contingentie radicaal beaamt. En is er een verband tussen die contingentie en het omvormen van de wil tot liefde? Wat ik een hele wonderlijke draai vind. Die ik ook niet goed begrijp. Die omvorming van de wil heeft te maken met, dus de wil als oorsprong van het andere is een verscheurde wil. En die verscheurdheid wordt juist maar opgelost als je iets doet. Dat is ook iets heel merkwaardigs. Want de wil zit gevangen in een eindeloos conflict tussen ik wil en ik wil niet. En vandaar ook de kaft van dat boek. Hè. En daarom hebben we dat beeld gekozen, omdat dat zo prachtig... Het gezicht wat in tweeën uiteensplitst. Ja, gespletenheid. De gespletenheid van het mentale. Terwijl denken volgens Arendt de geest verenigt. Hè.
Denken is samen zijn bij zichzelf. Ja, deze illustratie is harmonisch. En dus die omvorming van de wil tot liefde heeft daarmee te maken. Augustinus heeft gezocht naar een soort, en Scotus dus ook, naar een oplossing voor dat probleem. Als een soort verwijlen bij dingen, terwijl de wil hebben, en dan uitdooft als hij het heeft, of onrustig is als hij het niet heeft. In een aantal talen, en ze roept dat ook in herinnering, zijn ik wil en ik heb lief hetzelfde. Hè? Bijvoorbeeld in het Spaans. Quiero. In beide gevallen. Dus daar lijkt ook in de taal een soort van overloop te zitten. Maar is het dan die omvorming, is dat een verschil tussen de wil die zich wil opleggen aan de ene kant en de wil die zich wil laten gezeggen aan de andere kant, die zich onderwerpt? Liefhebben is altijd een vorm van onderwerping aan de ander. Ja, in elk geval zich niet het zich toe-eigenen. Ja. Wat niet de willen toe macht, niet de, wat volgens haar en heeft Nietzsche eigenlijk een accent van de wil verabsoluteerd, wat overal in de wil aanwezig is. Hè. Namelijk, de wil wordt toch gedreven door een soort van bezitsdrang. Door een... En zoals Remy daarnet zei, als die toewijzing mislukt, de onrust. Terwijl zij dus liefde beschrijft als een soort van rustend verlangen. Ja. Zo beschrijft zij het. Dus er is, de onrust is gemilderd, is getemperd. Ja. En tegelijkertijd blijft er het verlangen, want er is geen inbezitname. Het eerste deel, denken, is in een aantal opzichten heel duidelijk een discussie met Heidegger. Vind je dat hier ook? En dan denk ik ook aan de kwestie die jullie oproepen rond Levinas. Hè. Levinas die verwijt Heidegger heel sterk dat een zekere wil die zich wil opleggen. Hannah Arendt die keert zich in zekere zin ook tegen Heidegger. In dit boek is het zeer dubbelzinnig, want ze keert zich tegen Heidegger en tegelijkertijd doet ze een soort van enorme reddingspoging. Ja, heel prachtig. Via een tekst, de tekst van Heidegger over Anaximander, de Spruch des Anaximander. Het is een zeer moeilijk hoofdstuk over Heidegger. Het is naar mijn gevoel ook niet helemaal... Wat verwijt ze hem hier? Ja. Hier verwijt ze hem toch een beetje ook zijn gezwicht voor de gedachteloosheid. Ja, terwijl natuurlijk de grondgedachte namelijk... het boek is wel degelijk, begint wel degelijk met een aanhef ontleend aan Heidegger. Ja, ja. Hè? Dus het is ook zeer Heideggeriaans. Ja. Maar goed, de inzet daarvan hier is duidelijk. Wat is de inzet van dit boek in haar discussie? Hier, een beweging die ze enigszins uitvoert is dat ze de zorg van Heidegger toch wel begrijpt als een soort van wil. Ja. Ja, dus de zorgen uit Zijnwitzijd begrijpt als een soort van wil. En dan is in de hele analyse van de zorg bij Heidegger speelt de schuld een zeer belangrijke rol. Die schuld is een soort van ontologische schuld, een soort ontologisch verschuldigd zijn. Wat dus alle mensen kenmerkt, omdat het mens zijn als zodanig kenmerkt. En dan maakt zij de zeer merkwaardige opmerking, ja, maar als iedereen schuldig is, dan is niemand nog schuldig. Dus waar ze als het ware de collectieve schuld die er is ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog niet kan plaatsen of bedoelt zij daarmee ook de politieke onnozelheid van Heidegger aan de kaak te stellen? Ja, maar het gebeurt naar mijn gevoel op een wat ongelukkige manier. Hè? Want je zou kunnen zeggen dat Heidegger's existentiaal van de schuld is een poging om
de religieuze gedachte van de zondigheid. En dat wij mensen, wij schepselen allemaal door de oerzonde gekenmerkt zijn, om dat eigenlijk filosofisch te duiden. Mm-hmm. Hè? En binnen het christendom heerst toch niet de gedachte, wij zijn allemaal zondig, dus niemand is zondig. Hè? Maar dat lijkt de redenering te zijn die zij wel maakt. Ja. En natuurlijk, haar kritiek is ook dat Heidegger tot die filosofen hoort die de wil niet te willen. Hè? Ja. Filosofen deinen ze terug voor. Dus zo begint eigenlijk. In dat perspectief wordt hij geplaatst. Hè? Maar het is ingewikkelder allemaal dan. In de zin dat Heidegger oproept tot een gelatenheid die een willoosheid zou zijn. Ja. 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 En wat haak staat op haar politiek engagement, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval haar liefde tot de politiek, of tot de mens als politiek wezen. Is dat wat je bedoelt? Ja, dat blijft allemaal zeer moeilijk, want ik denk niet dat Arendt die gelatenheid radicaal afwijst, of dat ze dan belachelijk vindt. Dat is. Er is ook niks mis met de verwondering, maar er is wel iets mis met in de verwondering willen wonen, dus dat is. Maar hoe kun je een politiek wezen zijn en tegelijkertijd in de gelatenheid wel, precies, wel verwijderen. Ja. Misschien is dat wel de opgave. Ja. En verwachten wij van politiek terzelfde tijd te veel en terzelfde tijd doen we er te weinig mee. Dus dat is misschien een onmogelijke opdracht, maar het is dat wat daar. Maar voor haar het is het politieke toch datgene wat de mens kenmerkt. Ja, maar dus, dat, we hebben het daar straks gezegd, hè. Je hebt er zelf op gewezen dat handelingsbegrip dat Arendt hanteert. Terzelfde tijd wijst hij dus, het is positief en het beginnen, maar het is ook gevaarlijk. Je moet voortdurend op je kievive zijn. En zou zij die vragen beantwoord hebben in het laatste deel van die trilogie? Van veroordelen? Weten we niet. En hoe, eventueel? In elk geval is het zo, dat wat nu voor ligt, niet oordelen is. Het zijn echt lezingen over Kants politieke filosofie. En het is denk ik zeer gevaarlijk en zeer misleidend om dat te beschouwen als het derde. Het zou een belangrijk deel, een substantieel deel geworden zijn van oordelen. Maar ze was wel, ze had het idee dat het korter zou zijn en dat ze vlugger mee zou klaar zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe ze erin zou geslaagd hebben om al die problemen alleen al in het derde deel op te lossen. Dus dat is natuurlijk een probleem waar veel filosofen mee worstelen. We lossen dit probleem op en vervolgens blijkt het probleem eindeloos veel groter te zijn dan het is. En helaas, we zullen er zelf een antwoord op moeten vinden, waarschijnlijk op de aporieën die ze uiteindelijk oproept. Want het is een boek dat in zekere zin open eindigt. Ja. Ja. Hartelijk dank. Ja.